Vandaag in 2 tegen 20 doen wij een partijtje handbal. Samen met Ivo en Ivar van het Nederlandse team. En wat ze nog niet weten, ze zit hierachter, dat ik meedoe. Het gaat lekker. Hey mannen! Ivar! Hey. Ivo! Hey. Hoe gaat het? Mag je zitten? Ja. Hey, zijn jullie klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor, ja. Oranje begint de wedstrijd. Dit is een sterk koppel hoor, spelend voor de Lions uit Zuid-Limburg, uit Sittard. Maar de overname van de jongelui van Tagos. Maar dan is het toch weer Ivo, die naar Ivar speelt. En dan een valworp tegen de paal. Hoe is het mogelijk? Wel een beetje verdedigen, mannen. Dan de jeugd van Tagos weer. Lange tijd een topclub in het Nederlandse handbal. En dan het oranje team met Ivar en Ivo hier. Met een dribbel. En dan goed die lange stavast aangespeeld. Ja, dan is het 1-0. Een mooi sprongschot hoor van Ivar. Pak die man, pak die man. Welke is aan mij? Linkse flank. Tagos, die jongens in het blauw dus, die willen revanche. Maar die Ron zegt, die stopt die bal. Geweldig. Een keeperstechniek die ik nog nooit eerder heb gezien. Ja, de sfeer bij deze wedstrijd is enorm. Dan een geweldige paas over de schouder. Kijk eens, Ivo, Ivar. En een mooie redding hoor. En zo blijft het 1-0. Hier, die is voor jou, Ivar. Dan een aanval van Tagos en een geweldig schot uit de linkerhoek. Prachtig, die gelijkmaker. En ook die fenomenale Ron in het doel is kansloos. Klein tandje erbij, klein tandje erbij. Niet te mooi willen, Ivar. En afmaken, wakker. Volgens mij vindt hij het leuk hoor, keeper Ron. Oh, ja. Dit is een mooie. Een achterwaarts schot. Ivar scoort. Kijk eens. Geweldig. De eerste helft is afgelopen met een tussenstand van 2-1 voor de internationals. Ik vind af en toe dat jullie te mooi willen spelen. Het gaat om het resultaat, mannen. He? Ik zie jou toch ook af en toe achter en bezig maken. Je bent niet in het circus, hè? Nee. De eerste ronde hebben we redelijk goed gespeeld. Oeh, ik heb nog een opmerking, man. We moeten laag gooien. Ik ga dan tegen hun zeggen dat we gaan hoog gooien. Toen we laag gaan gooien. Nee, daar heeft ik heb nog geen niet. Trap ze niet in. Nou hebben ze nog straks jokers. Ik ben heel benieuwd of ze die gaan inzetten. Wordt het de hinderlijke ezel, de onhandige overwante of een extra doel om in te scoren? Wordt het de ezel en de overwante. Oké. Okay. Jongelui, mochten jullie dit van de kinderen overhandigen? En is het de bedoeling dat ze dat dragen? Dat is wel de bedoeling, ja. Dit gaat goed. Zijn we er klaar voor? Ja! Gaan we winnen? Ja! De tweede helft dus en Team Blauw, Tagos, gaat vol in de aanval. Maar een onderschepping van Ivo, dat gaat goed. Nu een paas naar Ivar. Ja, daar staat een ezel, Ivar. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Het is duidelijk, Oranje heeft moeite met de jokers. Och, wat gebeurt er allemaal? Blauw laat zich niet wegzetten. Wat een worp, onhoudbaar Ron. Nou ja, nou ik nog eens terugkijk, daar had je toch wat meer mee kunnen doen, Ron. Hé, wat is dat? Een opstootje op het veld. Wat is er wat gaat de scheidsrechter doen? Oh, vasthouden. Ja, dat is een strafworp dan. Ja, Ivo, dat mag niet. Ron in het doel, een strafworp, 7 meter. Ja, de handschoenen er maar bij aan. Hij stopt hem. Hoe is het mogelijk? Volgens mij heeft hij het zelf niet eens door. Maar dan... Oh, in de naastoot. Toch nog een goal. Verrassend hoor. 2-3 is het dan. Team Blauw staat dus voor. Wat een verrassing in deze wedstrijd, zeg. Oranje in de aanval. 1 punt, jongens. We hebben nog 1 puntje. 1 puntje, ja. Zo makkelijk is het niet. Ja, toch wel. 3-3. Weer de gelijke stand zo tegen het einde van de wedstrijd. En dan weer Tagos. Team Blauw in de aanval. Ivo verdedigt, Ivar verdedigt en Ron staat in het doel. Hij zit! De winnende treffer. Tussen de handen van keeper Ron door. Een verdiende overwinning voor de jeugd van Tagos. 4-3. Knap gedaan hoor jongens.